Het is midden april en de lente is begonnen. Voor veel horeca-eigenaren is dit de reden om het terras te openen. Hoe zit het met de terrassen in de Meppelen binnenstad? Ik kom er regelmatig wel. Ja, en ik vind het wel even lekker, vooral als het zonnetje schijnt. En hier is een heerlijk terras, lekker zonnetje erin. Ja, en er zijn wel meer terrassen in Meppel, maar niet altijd zon. En dan is het niet zo prettig. Nou, we komen eigenlijk niet meer zo vaak in Meppel. We hebben vandaag hier afgesproken omdat we hier in het verleden gewerkt hebben. Een soort van reunie en een kijken van hoe het was en hoe het nou is. En het is best, ja, hier zaten we altijd wel in dit terras, toen ook. Ik denk dat het 40% scheelt als wij echt slecht weer hebben. Wij maken natuurlijk heel veel kosten. We dragen bij aan donderdag Meppeldag. En ja, als daar niks voor terugkomt, dan kost het gewoon geld. Ik heb jaren geleden, we hadden hier eerst die doorsteek nog, de straat gewoon. En toen konden wij niet zoveel stoelen. Ik heb nu 120 stoelen op het terras. Als je nagaat dat wij vroeger, toen ik hier begon, 8 stoelen hadden. En langzaam uitbouwden hier met om en bij de 40 stoelen. Nog aan, dan kun je nagaan hoe blij ik ben. En we zijn natuurlijk een visitekaartje op het moment dat we binnenkomen in de stad. En dan heb je meteen een leuk terras. Ja, ik vind het wel, ja, voor me persoonlijk vind ik het genoeg, want ik heb toch wel keuze aan deze kant in het centrum wel. Al wel richting Kruisstraat, ja, daar vind ik het wel wat minder, maar hier centraal, ja, de Weem en dit, Kerkplein, vind ik het wel, ja. Wij overleggen onderling, we hebben heel veel medewerking van de gemeente natuurlijk, want het is natuurlijk uniek dat wij op deze locatie zo'n groot terras neer mogen zetten. Maar op Kerkplein, ja, we hebben natuurlijk een fantastische pleinen en daar mogen wij van de gemeente mooie dingen neerzetten. En ik denk dat de bezoekers dus ook ruim kunnen kiezen waar ze wat en wat we kunnen consumeren, maar ook qua eten en dergelijke. Je kunt 's avonds ook lekker buiten zitten eten. Nou, ik denk dat dat een pre is.